Komt dit in de weekvlog? Nee, dit is een aparte video. Oh. Hoi, en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben hier samen met Blondie en de Bukasdoos. Maar we hebben vandaag een unboxing. Ik leg het mes neer, want ik ben daar een beetje gevaarlijk mee. Ik weet niet meer precies wat hierin zit. Ik weet wel dat het heel gaaf is wat erin zit, want dat is het altijd. Blondie die is al pas begonnen aan de zijkanten, maar we beginnen natuurlijk in het midden. Blondie. Ik zal natuurlijk geen dingen zelf snijden. Blondie. Ja, hou er vast. Goed zo! Hé, er staat hier iets op. Please reuse me. Oh. Kijk! Lucas! Oh, Blondie, auw. Wat hebben we hier? Oh ja. Oeh, we hebben hier een deken. De Shamrock, volgens mij. Ja, Shamrock Power. En we hebben hier een model achter ons. En dat model kan het gaan modellen, aandoen. Ik weet niet hoe je dat noemt. In maat 120. Blondie is klein. Oh, kijk, wacht. Daar houden we van. Ja, je werkt van die ijzertjes. Er zit ook plastic omheen. En het zijn magneetjes en daar kan je ook plasticjes van afhalen. En dat... Nou, Blondie, zullen we hem opdoen? Hij heeft rood aan de binnenkant. Ja, dat is een stay dry. Stay dry. Ja, we waren ook bij de Spoga. En toen had Jacob bij de Bukas-stand, ik weet niet of Jacob dat had gedaan, maar een stukje van deze stof in het water gelegd. En dat stukje stof was nog gewoon droog. Heel bijzonder. Nou, Blondie heeft nu ook een prijskaartje. Blondie te koop? Nee. Oh, hij van die elastieken. Deze deken heeft elastieken met klippen. Dus die kan je zo vastmaken. Oh, nou, we are back at the doos. Ja, Blondie, pak het. Dan hebben we nog iets. En dat heeft Blondie al om. Maar dan is het schoon en nieuw. Ja, pak je. Pak het, Blondie. Blondie eet de doos op. Ik wil dat je het pakt. Nee, niet de doos opeten. Namelijk het zebra-halster. Maar die is al gedemonstreerd. Die heeft Blondie al om. En dan met het bijpassende zebra-touwtje. Dan hebben ze bijzondere clippies. En die werken een stukje fijner, want die gaan makkelijker af en makkelijker erop. En hij is verstelbaar. Ik neem meestal maat kop, want dat past en paard en pony aan. Blondie heeft hem op de kortste maat. En als ik hem dan bij Verona of Ivy wou omdoen, dan had ik hem op de ene laatste of op de laatste maat. Oh, wat is dat, hè? En het... En de lead rope. Nou, leuk dat je hebt gekeken naar deze unboxing. Ik zie jullie heel graag weer bij de volgende video. Doei! Blondie, je hebt niet echt meegewerkt.